Hans! Fucking 4600. Hans! Hans, er komt 4600 euro uit! Oh, nee, ik ga niet meer. Hoe kan dat? Oh. Wat is dit? Oh, wat jongens, wat nu? Oh, dit is een mislukte dag en dit is jouw schuld! Ik ga echt niet voor... Maat, het is allemaal begonnen met Mootje Broodje hier zo, die, waarvan je de autobar over. Wie kwam met het winkoverval idee? Jij! Oké, dat is waar. In ieder geval, ik ga niet voor 4600 euro in het bak in. Ja, maar luister dan, we gaan er sowieso niet meer goed van afkomen. Dus we moeten nu gewoon zorgen dat we er wegkomen. Maat, hoe de fuck krijgen we zo weinig uit de kluis? Shit, dat gaat helemaal fout. Ja, dan moeten we loesen, man, bro. Ja, maar we kunnen nu niet loesen. Route gepland. Oh, maat, trouwens, wat ben jij voor lul? Wie, ik? Nee. Oh. Waarom ben ik een lul? Waarom heb je ten eerste instantie de motor omgedraaid en waarom rookt die motor? Oh, dat is niet mijn motor. Dat is een andere motor. Dat, okay. Dat is die motor van Jamiro, bro. Mijn motor staat links. Hé, jij gore motormuis, kan je alsjeblieft even van mijn motor af gaan? Oh, meneer, wilt u terug naar binnen gaan? Even. Die man disrespect mijn motor. Ik wil niet naar de gevangenis voor 46. Nee, maar, oh, man. Ja, maar we zijn hoe dan ook de lul. Kan je het geld niet terugstoppen? 4600 euro, eigenlijk moeten we het gewoon... Kan je het niet weggooien en zeggen, ja luister, we hebben niks. Wat weet ik wat we gaan doen? Stop ergens een zakje chips hier. Nee, dit gaan we doen. Kijk, uiteindelijk als we worden gepakt, dan kunnen we zeggen, dit was allemaal voor de show. Snap je? Dus dan zeggen we van ja, want anders kunnen ze ook niet zeggen van, we hebben het geld meegenomen. Nee, dat hebben we gewoon weggelaten. Kom, we gaan, ja! Volgens mij vergeet hij dat we ook mensen hebben ontvoerd. Nee, maar die mensen hebben net gezegd dat ze meedoen met de show. Ah, you smart fella. Ja. Hey, we zijn er weer. Wacht nog even, ik heb de ambulance meegenomen. Zeg dat we het geld hebben teruggelegd in de kluis, oké? Kom. Dit zijn Guusje en Evie van meneer Terpstra. Oh, perfect voor de reconstructie. Maar hoorde dat hier mijn paardjes getemd moesten worden. Paardjes? Nee. Wacht even hoor, 2 seconden. Goeiedag, wie zijn dit? We gaan smoesen met die... Evie en Guusje van de ambulance. Helemaal, ik weet niet wat jij allemaal hoort via die telefoon. Hé, wat doen ambulances hier? Ja, dat wilde ik nog uitleggen, maar toen moesten jullie ineens plots weer praten achter bij gokje dat daar het een en ander ligt. Maar dat zeide, deze twee lieve ambulanciers zijn hier te plaatsen om dit paardje te temmen. Hoi. Paardje is niet te temmen. Wij zijn van meneer Terpstra. Dit is toch niet... Zijn jullie echt van de meneer? Wij zijn van meneer Terpstra. Oh shit. Wij hoorden dat hier een heel wild hengstje liep. Dus wij dachten, wij komen even kijken wat hier allemaal gebeurt. Nou, dit is... ik kan je vertellen. Ralfie is niet te temmen. Ben jij niet te temmen? Weet je wat het is, Ralfie? Buiten dat wij en ambulancier zijn... en we hebben heel veel ervaring op de manege... Ja? Heb ik ook... Ja, ik ben van alle markten thuis... een taco-restaurant. Denk ik speciaal voor jou een extra lekkere taco meegenomen. Oh, een veggie taco. Ik neem die eerst lekker. Die ga ik even eten hoor. Gaan we eerst even lekker eten? Ja. En dan gaan we even praten met z'n allen. Dit waardeer ik wel. Ja man. Paarden houden van veggie tacos. Ja. Top. Wil je er nog eentje? Geef maar nog eentje. Daar zeg ik geen nee tegen. Dit zijn wel echt goede verzorgers dit. Maat, dit staat niet in het script. Dat ben je allemaal aan het zeggen. Laat fuck het script even, man. Je zit een veggie taco te eten hier, maat. Weet je wat het is? Improviseren, dat is tegenwoordig de key. Dat is wel zo. Af en toe moet je een beetje van het script afgaan. Een beetje lekker los. Aaron, wat, heb jij hier iets mee te maken? Ik beroep mij op mijn zwijgrecht. Kan dat als politie zijn, hè? Iedereen heeft dat recht. Iedereen, ook politie. En wij hebben het aanrecht. Ah. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Dit is 2022. Okay, top. Dit zijn niet meer de uitspraken. Maar daar scoort hij punten mee, hè? Dit was een test, hè? Dit was een test. Jij bent in ieder geval voor de eerste test al geslaagd. Jij bent geslaagd. Dus dat betekent dat ik nu mag gaan? Of? Nou, we gaan hier terug. Nou, laten we dat maar op mijn Oké. Hey, Ralfie. Ja? Ken jij Ene IJs? Weet ik niet wie. Niet liegen tegen me, want ik ken je langer dan vandaag. Er ligt hier wel ijs. Ik weet niet of er is ijs. Nee, geen ijs. Ola ijs. Het is iemand van een bepaalde groep die bij Vinewood Hills zit, bij de grote bank daar. Oké, misschien... Mooie motoren hebben ze. Oh, dat klinkt interessant, maar dat ken ik niet, denk ik. Maar, ga verder. Wat is daarmee? Gewoon lichtelijke interesses? Meneer, zou u uw masker even af willen doen? Oké, doe je masker af. Wie, ik? Ja. Nee, Ralfie. Nee, dat hoort niet bij het script, helaas. Dat kunnen we niet. Net was het ook fuck het script, dus dan is het nu ook fuck het script. Want Ralfie... 3 uur om die masker helemaal... Ik ben een onzeker paard. Ralfie. Wil jij zeggen dat je iets hebt tegen paarden? Weet je nog wat ik de vorige keer bij een bepaalde bank heb gezegd tegen jou? Wat was dat? Deze paarden zijn soms een beetje vergeetachtig, hè? Dat was namelijk met 1 heer IJs. Dat weet ik niet meer. Oftewel...
wel Luka Jurjewski, die heeft een mooie enkelband, want die heeft TBS gekregen. Hey, maar dit volgens hem te ver van het script af, dit man. Dit. Mede dankzij jou. Ja, ik ben hier niet voor het script, want ik ken deze meneer langer dan vandaag. Oké, maar wie zegt dat ik de keer achter de masker ben? Hey, collega, we moeten echt even... En kijk, daarom moet ik dat checken, om je masker even af te doen. Nee, maar als ik mijn masker af doe, dan... Oké, okay. Ja, Ralfie, dan zullen we een deal sluiten. Oké, okay, wat is de deal? Ik heb nog één veggie taco. Ja? Dat is de allerlaatste die ik bij me heb. Als jij wacht even. Die was van mij, hè? Ja, ik maak dadelijk wel een deal. Ik wil wel dat Ralfie dan... Ja, als jij dan je masker afdoet, krijg jij Guusje haar allerlaatste taco. Met extra saus. Ja, doe ik er extra saus ook nog een saus? Oh. Echt er ook nog een watertje bij. Oh. Maar in ruil dat jij dan het masker afdoet. Is dat mag ik alleen vragen waarom ik mijn masker af moet doen? Waarom willen ze mijn gezicht zien? Omdat ik zeker wil weten. Ik wil graag in je ogen kijken als ik met je praat. Jongens, het is make-up. Het is geen masker. Weet je hoe lang dat heeft geduurd om op te doen? Ja, maar jullie waren al klaar make-up. Met opnames. Geef me die taco, geef me die taco. Ik wil die taco. Ik wil die taco. Geef me die taco. Niet geven. Nog niet. Ik wil geen gevaarlijke situatie van maken. Nee, Aram, nog niet. Ik hou me aan mijn belofte. Hij krijgt de taco alvast. Later krijgt hij zo. Ik moest het gaan vorderen. Dan mocht je het niet eens doen. Wijze les. Aaron, je werkt toch al langer met ons? Oh, die tacos zijn niet normaal, jongens. Oh, jullie hadden hem een keertje moeten proeven. Nou, Peter, ik hoop dat ze lekker zijn. Oh, Peter, nee. Maar weet jij nog wat ik de vorige keer tegen je zeg? Nou, dan zie jij nu er alweer bent. Wat zei je de vorige keer? De vorige keer zei ik, de eerste volgende keer dat ik jou zie, ga ik zorgen dat jij TBS krijgt. Nee, ik wil geen TBS. Nee, ik wil geen TBS. Waarom doe je dit? Nee, dat wil je niet, maar dat is wel goed voor je. Want ik weet ook niet wat deze twee heren met jou doen. Maar voor mij maken ze misbruik van jou. Zeg die dingen niet. Daar mag ik verder niks over zeggen. Oké. Maar dat is mijn persoonlijke mening, niet mijn professionele mening. Maar mijn professionele mening is dat jij hulp nodig hebt. Ik heb geen hulp nodig. Door TBS. Nee, ik heb geld nodig. Deze ambulanciers hier zijn. Je hebt geld nodig. Maar. Same girl, same. Oké. En in het TBS hebben ze taco's. Nee, dat gaat niet. En live muziek. K3 zelfs. Bro, besef je K3 les niet? Wat heb ik gedaan? Ja, kom even mee. Ik ga je uitleggen wat je hebt gedaan, Safi. Oké. Maat, je hebt zojuist voor twee fucking tacos... Drie tacos! Je hebt kolenmasker afgedaan. Je hebt geld daar laten liggen. En we zijn in een fucking overval beland. Denk je dat die man jou gaat gunnen of niet? Weet je hoe lekker die tacos zijn, maat? Luister, kijk, er zijn nu drie opties. Ja? Misschien kun je het daarvan. Of jij gaat naar TBS-kliniek en we gaan jou voor 3 jaar niet zien. Of wij gaan met z'n allen naar Jilla voor 4600. Derde optie, wij komen hier weg. Wat wil je, bro? Derde optie, we komen weg. Ja, misschien logisch, hoor. Oké, dan praat met die man en haal die mes op zijn kolenkul en zeg, joh, ik ben niet op jokes. Waarom moet je wegkomen? Praat met die man met... Oké, jongens, ik heb nagedacht. Vertel. Als jullie willen dat ik naar TBS ga, dan moeten jullie mij pakken. Dus dit worden de regels. Wij gaan straks gewoon onze weg vervolgen. Rustig. Er komt geen helikopter in de lucht. En als je mij pakt, mag je mij naar TBS brengen. Met chest, vertel het hem. En je moet kaal gaan. Zandago. Ralfie. Ralfie. Adem in door de neus. En uit door de mond. Ja, maar Ralfie is weer terug. Oehoe. En Ralfie. Laten we dat maar niet. Dan word je weer helemaal agressief. Nee, ik word niet agressief. Was wij gewoon allemaal in de regio. Eerlijk, Ralfie, dit was niet de afspraak, hè? Nee. Je mag houden, hè? Dit was niet de afspraak. Maar... Zij heeft zich aan de afspraak gehouden, dan zou dat fijn vinden als jij dat ook doet. Nee, maar hij heeft mijn gezicht al gezien, hij weet nu wie ik ben. Dat was zijn uiteindelijke doel. Genieten van het uitzicht. Ja, nee joh, dit is beter. Jullie houden van paarden toch? Jullie houden echt van paarden toch? Ik hou meer van mannen, maar goed, paarden zijn oké. Oké, dan kan je mijn rug op. Snap je paard terug op? Boys, geef me die box, boys. Geef me die box. 6, ja. Oké. Maar Aaron, wat vind je van zijn idee? Hij praatte met Chester tegen jou, broer. Dat is ook weer een fase van een nieuw leven unlocken. Dus kunnen we alsjeblieft gewoon doorgaan? Alsjeblieft, ik huil. Zo moet u huilen, meneer. Maar als er één iemand TBS nodig heeft, zei het. Ik sta 2 ton in de winnaar. Ton of 2 ton? 240.000 ton precies te zijn. Ja, dat is wel flink in de min, ja. Hey, meneer, wat is uw lievelingseten? Couscous. Couscous met? Couscous kan je niet echt met iets eten, het is gewoon een gerecht. Ja, ik weet het. Hebben jullie ook beademingsapparatuur bij je? Nee, maar als er eentje TBS nodig hebben, zei het wel.
En die wijst naar meneer de ex-cameraman. Van maken? Ja. Ik denk een groeps TBS inderdaad. Maar dat kunnen we regelen, dat is geen probleem. Als we gaan, gaan. Hey, maar deze meneer. Yo, ik ben slechts cameraman, ik heb niks gedaan. Hij laat het lijken, hij is de organisator van dit hele. Of, ja, mag ik je naam noemen of heb je dat liever niet? Ja, geef maar een gok. Eindig je toevallig met de achternaam Piet. Oh! Ja, vind je het gek? Deze man heeft die naam roepen noemen als een fucking... Nee, helemaal niet, maat. Gatsiedik idee. Nee, ik weet het niet door hem. Oprecht niet. Dit kan je niet op hem blamen. Nou, het is dat ik deze beide heren al ken. Dat, deze hebben allebei de TBS van Ice meegemaakt. Oh, kijk, dat was daar nog wat. Shit. Ja. Hey, jij vindt wel veel. Jullie zijn wel echt slechte criminelen, man. Tering. Kom naar jou. Wat? Maar die hebben liefde tegen elkaar. Oh, kijk, daar gaan ze al, blijven. Hoor. Oh, nee, 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 nee. Niet doen, niet doen, niet doen. Blijf maar achter. Oké, maar we hebben een goede deal, toch? Ik ga het even overleggen met mijn collega's, dan kom ik zo bij jullie terug. Ondertussen wil ik wel dat de ambulancier, ambulanciers, moet ik zeggen. Bedankt. De hostages kunnen controleren of alles goed met hun is. Ja, het gaat helemaal goed met hun, maar controleer ze maar. Toppie. Dan ben ik zo bij jullie terug. Hun hebben zichzelf gewoon aangemeld voor deze filmopnames. Ja, ja, als vrijwilligers. Zijn stuntmannen. Als je stuntmannen, hoe gaat het met je? Van dak doe ik het op je op. Wie heeft die winkel op? Wie heeft die dingen gedaan? Wie heeft het geld gepakt? Hans. 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 Gier geklootzak, kom eens. Kom eens. Heb jij het geld gepakt? Heb jij het geld gepakt? Nee. Wat? Iemand heeft het geld gepakt. Nee, ik heb het geld echt niet. Hoe kan dit? Heb jij het geld niet? Het is verdwenen, bro. Ik denk dat iemand het geld heeft gepakt, man. Ik wou net zeggen, bro, we zijn zo goed bezig. We konden eigenlijk het geld gewoon meenemen als extraatje. Oh, kut, sorry. Maar ja, die 4600 euro kan ook mijn reet roesten. Even kijken. Nou, zoals je ziet, wij gaan ons gereed maken. Er is geen Zulu. Die is helaas niet beschikbaar. Dus jullie hebben geluk. Oké. Okay. Dus nou ja, dan wil ik in ieder geval eerst even vragen of de ambulance hier bij mijn collega bij de SIF wil gaan staan. Dit was niks persoonlijks, jongens. Dat snap ik, joh. Jij moet niet werken. Ik moet je wel aardig. Alright, zijn jullie er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Man. Mooi. Ben jij er klaar voor? Ja, ik ben er zeker klaar voor. Ik wens mijn collega's veel succes, maar ik wens jullie ook veel succes. Hey, dankjewel. Dat waarderen wij. Toppie. Ik wacht nog heel even tot één collega terug is. 1902, ben jij inmiddels weer bij de SIF? Oh, die 1902 gaat ons niet bij kunnen houden, joh. Laat hem maar lekker waar die is. 1902. Nee, duidelijk. Ik ben ready. Yo, dan ga ik aftellen. 5, 4. Dan kan je vanaf 10 3, aftellen, alsjeblieft. Vanaf 10 tot 10. Nee, vanaf 10. 1. Oh, nee, oké. Groen licht. Gezellig. Oh, stap op. Rij. Oh, maat. Oh. Blazen. Wow! Maat, dat ging bijna fout, hè? Peter, alsjeblieft. Hans. Heb vertrouwen in je broertje. Sowieso, pas op. Ik zal hem gewoon overbreken als ik wil. Oh, Hans, laat me een beetje weten of ze achter ons zijn. Ja, ik ga even kijken. Oh, shit, kill. Adrenaline. Hé, zijn ze gaan links, rechts. Ja. Blaas. Ze zijn weg, kom blaas. Het enige wat we nu moeten doen is niet vallen, Hans. Ja, een beetje hoekjes, rechts, links. Hans, wat moeten we doen? In mijn keel, bro. Mijn hart ook. In mijn kont. Hans, hebben ze nou zo snelle loes toegegeven? Ja, toen wij die AWB er tussendoor reed. Ja? Ja, bro. Lekker pik. Maar we zijn er nog niet. Dus kan je hier in die ossels? Zo, oh. We gaan daar niet opzoeken. Oh, ja, maar gaan we er tegenover? Laten we er tegenover naar boven gaan. Hans, waar moeten we naartoe? Oh. Zet die motor. Hé, hey, ik hoor ze. Rustig. Zet hem hier. Zet die motor hier neer. Oké, hier. Weet je wat we gaan doen? Ik ga mijn t-shirt weggooien hier, man, bro. Maat, ik vraag me eens af wat je met je haarlijn is gebeurd. Hé, hey, rijden, Hans? Rij maar. Ik heb een GPS in je auto geplaatst op je motor. Oké, kom. Gaan we loesten gewoon zo? Ik moet even naar Basic, man. Even andere kleding aantrekken, bro. Maar Basic is wel heet, hè? Hé, maar we hebben ze wel echt eng geloest, dat was jij dan, bro. We hebben ze echt eng geloest, hè? Echt eng geloest, ja. Of maat, het is wel een beetje koud met die boxers, man. Ja, daarom. Rij even naar dingen, man, bro. Ja, moeten we niet even hier wachten? Probeer even dingen te bellen, man. Wat Ennis? Misschien moeten we hem even helpen. Telefoon niet beschikbaar, oh maat. Nu kan je geen mattie van hem bellen of zo. Maat, hij is denk ik gepakt, man. Zijn telefoon is al niet meer beschikbaar. Ja, volgens mij geen politie achter hem aan. We hebben ook achter ons, ja, beide. Maar toen had je ze geloosd, zijn ze maar gaan kiezen voor hem, denk ik, bro. Gaan we gokje wagen naar Basic? Ja, man. Is er een garage hier in de buurt? Hier links is een garage, dat is rechts. Andere links. Rechtdoor. Oh, maar die agent Aaron weet wel wie ik ben. Ik ken je ook.
Hij kent die ook. Ja, die stem, weet je. Hij is voor mij weer op de bank geslapen voor ons. Hij wist precies. Hé, hey, laten we rijden. Hier hebben de sleutels. Zo. Wat een brombeer. Oh, maat, wat een knettergeluid. Maat, ik hoor jou bijna gewoon niet meer, hè, door die auto. Tering. Lekker geluidje, hoor. Blaast ook wel eens. Voor twee naakte mannen in de auto, dat valt toch op.